Yo, Nintendo fans. Er is getraind in Miitopia. Kijk maar even naar dit team. Bloomachu is level 38. Mario is level 35. En ook Steve en Red zijn level 35. En dus is het tijd om weer naar de Galapa-eilanden te gaan. En te kijken of we die baas die we de vorige keer niet konden verslaan, nu wel kunnen verslaan. Dus gooi even dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En dan gaan we nu deze battle voor de tweede keer doen. Want we moeten natuurlijk de elfklasse gaan ontgrendelen. En ik heb gezien dat jullie heel graag willen dat Zelda een elf wordt. Dat is op zich wel logisch, ja. Maar ik twijfel er een beetje aan, want misschien wil ik gewoon een nieuw character. Dus ik ga het wel zien. We gaan wel kijken wat we gaan doen. En we gaan eens even kijken. Eerst maar eens even kijken of het überhaupt allemaal een beetje lukt. Want daar ben ik vooral heel erg benieuwd naar. Kijk, deze grappies, die zijn best wel sterk, jongen. Laat ik even een orkaantje op ze gooien. Ze zijn nog steeds niet kapot, jongen. Echt. Maak jij ze even kapot, Red. Lekker. Ah, daar leeft er nog één. En wie gaat die aanvallen? Oh, die gaat Steve even wegblazen. Nou, dan is dit het einde van die andere. Lekker. Oké, dit gaat in ieder geval volgens mij wel iets beter. Maar het gaat natuurlijk om de boss battle. Eerst even deze sandwiches nakken. Come on, Red. Oh, Red vertrekt weer. Die denkt, ja, dikke doei. Ik heb er geen zin meer in. En Steve, die begint even lekker te koken voor mij. Oké, dankjewel, Steve. Eigenlijk wilde ik zo gaan koken. Maar hey, als jij wil koken, mag je ook koken. Hoppakee. Oké, ik ga straks denk ik wel even healen. Oh, Mario neemt een MP Snoopy. Ook niet helemaal chill. Ik doe even mega bloembed, want dan is iedereen weer lekker vol. En misschien dat het ook even tijd is om inderdaad wat MP strooisel te gooien. Bijvoorbeeld inderdaad voor Mario. En voor mezelf ook vooral. Let's go, guys. Laten we die sandwiches even opeten, jongens. Met z'n allen. Red is er weer vandoor. Die denkt, ja, dikke doei, ik heb hier helemaal geen zin in. Mario, doe nou even je sterke aanval, vriend. Jonge man. Waarom houden ze soms in? Ik snap dat niet. Ik begrijp er helemaal niks van. Maar we zijn wel... Ja, kijk, lekker. Oké. De sandwiches zijn ook kapot. Ik dacht dat we alleen nog een baas hoefden te doen. Maar komt die dan pas hierna? Oh, man. We moeten ook nog tegen de skeletties. Hopen dat we die wel even snel kunnen nakken dan. Lekker Red. Lekker Mario. Lekker ontweken Mario. Oké. Dit moet goed komen. Ik ga weer even lekker iedereen healen. Hoppakee, die taak pak ik dan wel even op me. Oké, Red, nice. Nou, Mario. Nee, Mario, waarom val je niet gewoon iedereen aan, jongen? Wat verdorie, man. Soms snap ik Mario niet, hoor. Oké, Steve begint te koken. Dat betekent dat Steve zo gaat healen. Dat betekent dat ik nu een orkaan ga doen op deze grappies. Kijk, Steve die gaat lekker voor ons allemaal koken. Hoppakee. Alleen, het is niet zo heel veel HP wat ik erbij krijg. Dus ik moet eventjes gaan chillen, denk ik. Misschien ook wel handig voor de MP die ik dan weer terugkrijg. Dan hoef ik niet allemaal strooisel te gebruiken. Kijk, Mario gaat nu volgens mij... Ja, zwart gat. Die aanval moet jij veel vaker doen, Mario. Waarom doe jij die niet zo vaak? Oh, iedereen begint te lachen. Oh, snap. Steve, ga jij maar eventjes naar de schuilplek dan. Even stoppen met lachen, vriend. Oh, het is een flat. Oh, ze gaan Red aanvallen. Hou op. Stop met aanvallen. Oké, let's go sniffing. Even kijken of we ze kunnen slopen. Er gaat er eentje kapot. Steve, die is ook weer klaar. Dat betekent dat we nu Mario even naar de schuilplek gaan doen. En Red gaat even lekker een banaantje eten. Mario is weer klaar. Dan gaan we Red nu naar de schuilplek doen. Mario en Steve zijn betere matties. Jongens, ik wil die elfklasse fixen. Ik wil dat dit klaar is. Wegwezen met deze schedelhoofden. Hoppa. Komen we nu dan bij het eindgevecht? Ja, dit was volgens mij de lastige vijand. In ieder geval hebben we nu nog allemaal strooisel over. Maar ik weet niet trouwens of dit al de vijand was waarbij we de klasse kunnen ontgrendelen. Ik ga in ieder geval gewoon nu even iedereen schildjes geven. Red en Steve gaan even in hypermodus. En daar gaan we tegen deze rode Orochi. Volgens mij had deze ons gesloopt toch de vorige keer? Dus even kijken of we hem nu wel zelf ook kunnen kapotmaken. Oh snap, rode Orochi. Ik ben wel echt oprecht bang voor dit ding, jongen. Want volgens mij doet hij zoveel pijn. Ik ga mijn laatste schild denk ik even bewaren. Voor een noodgeval. Red ontwijkt hem. Oké, dit is top. Hij is al voor bijna de helft is die al kapot, jongens. Let's go. Ah, kom op. Let's sloop deze gast. Ik heb nog al mijn HP-strooisel over trouwens. Dus laat ik die gewoon even geven aan Red. Gewoon voor de zekerheid. MP-strooisel die gun ik even aan mezelf. Ik denk dat ik die het hardst nodig heb namelijk. Want ik kan ook heel mijn team lekker goed healen. Mario en Red gaan hem aanvallen. Oké, hij sloeg mij. Dat vind ik helemaal prima. Jij mag mij slaan. Hatsenflats. Hoeveel HP heeft hij nog? Ja, hij heeft nog maar heel weinig HP.
Maar nu vraag ik me in alle eerlijkheid af of dit wel de vijand was die ik inderdaad bedoelde. Want straks heb ik een gigantische fout gemaakt en moet ik nog een battle doen hierna. Hij is kapot. Hij is kapot. En zo zie je, met level 35 mannetjes lukt deze in ieder geval wel. Ik ben een beetje bang dat dit helemaal niet de battle der battles was. Nou, ofwel. We hebben de herberg gevonden. En Toad is beter. Steve en ik worden nog beter, omdat hij is level 37. En KK Slider is ondertussen zulke goede maten met Epona. Moet je zien welk level zal zijn. Dit is echt niet normaal. Level 40 al samen. Ze hebben snuiven 2 geleerd. Oké. Extra gesnuif, extra kracht. We gaan door met hetzelfde teampje natuurlijk. Ja, en we waren dus inderdaad nog niet klaar. Maar in het vorige level waren we vastgelopen. Kijken of we hier dan de 11e klasse kunnen fixen, jongens. Of moeten we nog verder? Nee, dit is de duistere vorste replica. Deze ziet er super oud uit met een baard en een snorro. De replica van de duistere vorst. Deze is denk ik nog veel sterker dan de oude duistere vorst. Kijk hoe hard die Steve slaat, jongen. Oké, Steve. Jij mag even in de schuilplek. Oh, snap. Ja, deze is super sterk volgens mij. Oké, let's go, Mario. We gaan hem pakken. Steve is er weer klaar voor. Dat is helemaal top. Steve kan weer terug. Ik zou natuurlijk een schild kunnen gebruiken, maar ik ga die proberen te bewaren. Een beetje voor het laatst, als de duistere vorst nou heel moeilijk gaat doen. En ons... Ja, kijk eens hoe hard hij ons slaat, jongen. Ik ga volledig voor de healing functie. Ik ga mijn teampie healen met mega bloembad, bed, bad, but, but, weet ik veel wat. En dan kan de rest... Waarom zijn we nou boos op elkaar? Ik zat midden in mijn zin. Wat is Steve aan het doen? Steve, je moet niet zo boos doen, jongen. Oh, wacht even. Strooisel. Ja, even strooisel, denk ik, voor Mario. En hyperstrooisel voor Red en Steve. Dan hoef ik nu zelf eventjes niet te healen. Dan kan ik nu zelf aanvallen. Dat is ook wel lekker een beurtje. Orkaan! Hij is voor een kwart kapot, denk ik, als ik nu een orkaan op zijn hoofd doe. Deze is oprecht moeilijk. Deze is super sterk. Maar ja, dat mag ook wel. Volgens mij had ik gelezen dat hij ongeveer 3 keer zo sterk is als de normale duistere vorst. Oh, wacht even. Moet ik iemand in de schuilplek doen? Nee, ik denk het niet. Maar ik moet wel even lekker gaan healen nu. Let's go. Matty Mario en ik. Oké. Ik heb natuurlijk nog HP-strooisel en hype. Ik bedoel, hyperstrooisel over. Laat ik die even aan Red geven. En we hebben ook nog altijd de schilden over. Dus als het bijna fout gaat, dan hebben we nog schilden. Lekker. Oké, rustig aan. Ik ben de uber-healer van het team, jongen. Maar dit doet ook zoveel HP teruggeven. Dat is echt zo chill. Oké, Steve die had eigenlijk wel iets meer pijn mogen doen. Ja, Red eigenlijk ook wel. Ja, Mario is volgens mij de grootste damage dealer. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de duistere vorst volgens mij gewoon heel veel HP'tjes heeft of zo. Of een hele goede verdediging. Ik heb even wat strooisel gegeven. Misschien ga ik nu weer even een beurt aanvallen. Kijk, Epona komt mij helpen. Die doet de eye over de bol. En wat betekent dat? Dat betekent dat mijn MP wordt bijgevuld. Oh, dat is wel chill. Scheelt ook weer strooisel. En ik kan nu ook op Epona gaan aanvallen. Dus laten we dat doen. Hij heeft nog 1/3 van zijn HP over, jongens. Nog maar 1/3. Dit gaat hartstikke goed. Dit gaat super. Laat ik niet te gierig doen met mijn strooisel dan nu. Laat ik gewoon mijn strooisel even gebruiken, dat ik door kan aanvallen straks. Red heeft een val gezet in ieder geval. Ik heb natuurlijk ook nog mijn schild over. Dus dat is super chill. Ze gaan hem met z'n drieën pakken. Kijk, hier, hoppakee. Dan wordt hij genakt. En nu word ik genakt. Tijd om mezelf wat strooisel te gunnen. Steve even in de hyper. En weet je wat? Red ook gewoon weer in de hyper. En dan gaan we nu gewoon aanvallen. Let's go. Ik kan nu ook mijn schilden inzetten voor de zekerheid. Weet je wat? Laat ik dat gewoon even doen. Hoppakee, schildjes erbij. En dan hoop ik niet dat die een of andere gekke aanval voor het allerlaatste heeft bewaard natuurlijk. Want dan hebben we misschien wel een probleem. Lekker, Steve is beschermd. Nice, en Mario was beschermd. Dan kan ik gewoon lekker aangevallen. En misschien hebben we hem wel deze beurt, jongens. Als we gewoon allemaal aanvallen deze beurt. En we helpen elkaar een beetje. Bam, 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 bam. Ja! Lekker! De duistere vorst is weer kapot. Gaan we Mario naar level 36 brengen? Nee, net niet. We hebben hem. Maar, oké, kistje. Ja, het elfenamulet. We hebben het elfenamulet gekregen. Ik weet alleen niet zo goed wat ik daar nu mee moet. Die moet ik waarschijnlijk aan iemand gaan geven of ergens inleveren. Misschien krijgen we straks wel post of zo, dat we weten wat we ermee moeten doen. Oh, kijk, ja, kijk. Het elfenamulet begint te stralen. Oh, wacht. De elfenkrachten zijn nu gewoon al ontwaakt. En we kunnen nu de klasse veranderen in een elf. Wat vet. Ja, heel nice.
de laatste verborgen klasse in Miitopia. We hebben toegang tot de klasse 11. Kijk, dit is super chill als je roulette gewoon zo groot blauw is en dat je een vorstelijke portie ervaringspunten krijgt. Dat is heel chill. Kijk maar wat er gebeurt als ik nu iemand level, bijvoorbeeld Mario. Hoppakee, die is gelijk bijna level 37, jongen. Dus laten we dit nog een paar keer doen en hopen dat we een vorstelijke portie krijgen. Maar we waren met die 11e klasse bezig. Weet je wat? Laat maar. Ik wil toch even kijken of we een nieuw vriendje kunnen maken. Wie zou er een goede 11 zijn? Echt, jongen. Hoe maak je dit? Dit is bizar. Kijk deze Fury Bowser, jongen. Wat? Ik besef me dat we nog helemaal geen Yoshi hebben. En waarom pakken we dan niet gewoon de roze Yoshi? Een roze Yoshi die helemaal relaxed is. En dan natuurlijk de elfenklasse voor Yoshi. Oké, misschien toch niet. Dit ziet er niet uit. Een Mimikyu? Mimikyu is voorzichtig. Mimikyu is een goede elf, jongens. Dit is wel... Ja, dit is top. Dit is echt top. Ik ben Mimikyu, een voorzichtige elf. We moeten hem even uit de villa halen waar Zelda ook nog steeds is. Maar van wie gaan we dan afscheid nemen? Ik denk dat wij afscheid gaan nemen van Luigi. Sorry, Luigi. Oh nee. Later. Nou ja, je mag lekker gaan chillen in de villa. Is toch hartstikke relaxed. Welkom, Mimikyuki. Kom gezellig mee, jonkie. En dan mag KK Slider ook weer gezellig mee. En laten we gewoon hier even een random leveltje gaan spelen. Even kijken gewoon hoe die het doet. Onze nieuwe Mimikyu, ons Elfie. Waarschijnlijk gaat hij met één klap keihard dood. Ja, dat is op zich wel ook wel logisch. Maar hij krijgt sowieso XP'tjes natuurlijk. Omdat wij hier gewoon met z'n vieren zijn. Als het goed is, gaan we toch wel die battles gewoon winnen. Wat ik natuurlijk wel kan doen, is Mimikyu gewoon de hele tijd beschermen. Dat kan natuurlijk wel. Oké, Mario, snuif ze kapot, die twerkoentjes. Ik gooi een orkaantje eroverheen. Kom op, KK Slider, pak hem aan. Heerlijk, jongen. Heerlijk, hij doet ook gewoon zijn taak. En dan gaan we eens even kijken naar welk level die gelijk gaat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, gelijk naar level 8, jongen. Lekker. Wat een duistere elf hebben wij, joh. Die Mimikyu. Kijk hem lopen. Zijn oortjes komen ook net gewoon uit zijn muts. We moeten wel echt heel snel een outfit en wapens voor hem gaan fixen hoor, jongens. Let's go, Mario. Gooi je zwarte gat er bovenop. Easy. Mario is wel lekker, man. Die aanval, dat zwarte gat aanval, is echt sick. Mimikyu heeft dansende pijl geleerd. Schiet een vijand neer met een pijl die je vijand soms danskoorts geeft. Danskoorts, dit is nu een lekkere danskoorts. Oh, Mario die heeft nu even niet zijn speciale aanval gedaan. Die ging gewoon even een klapje geven. Dat is wel een beetje jammer. Gelukkig is mijn aanval sterk genoeg en kan KK Slider het lekker afmaken. Die outfit van KK Slider is ook al sick, jongen. Terwijl Mimikyu naar leveltje 11 gaat gelijk. En ik heel graag gewoon gelijk dure kleding van Mimikyu zou willen kopen. Maar ja, zo werkt het niet. We hebben ook al een hele tijd gedaan over dat KK Slider is waar die nu is. Maar de elf heeft wel een level 5 en een level 10 bereikt. Na één rondje battelen. Jongens, laat even weten wat ik nu moet gaan doen in Miitopia. En laat even weten wat jullie vier favoriete klassen zijn. Wat denk je nou dat de vier beste zijn om samen te combineren? Doe je duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor heel veel Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!